Voorzitter, dank u wel. Het is beschamend en misdadig. Het is beschamend dat wij in Nederland niet in staat blijken te zijn kwetsbare kinderen adequaat te beschermen. En het is misdadig dat successievelijke kabinetten, meerdere ministers, dit laten voortduren. In Nederland, voorzitter, worden kinderen gedwongen uit huis geplaatst op basis van ondeugdelijke en onvolledige dossiers. Kinderen worden soms, dus ten onrechte van hun ouders, gestolen door de staat onder verantwoordelijkheid van deze minister. Een minister die rechtsbescherming hoort te bieden, is nu verantwoordelijk voor groot onrecht. In plaats van kwetsbare gezinnen tijdig en adequaat te helpen en passende hulp te bieden, geeft de overheid niet thuis. Gevolg is escalatie van de problematiek en onnodige en onrechtmatige uithuisplaatsingen. En in de gevallen dat een uithuisplaatsing wel rechtmatig is, doet de overheid te weinig aan contactherstel met de ouders. En wordt terugplaatsing daardoor vaak onmogelijk geacht door de zogenaamde experts. En ook komen de kinderen te vaak in een onacceptabele situatie van geweld en misbruik terecht. De uithuisplaatsing zorgt vaak niet voor meer veiligheid van het kind, maar voor minder. Zorgt voor meer ontwikkelingsschade. Het is dan geen beschermingsmaatregel, maar een soort aanval van de staat op de veiligheid van het kind. Kwetsbare kinderen worden door de overheid eigenlijk in een diepe, donkere put van misère, onrecht en gigantisch leed gegooid. Het lot van vele ouders en kinderen wordt door rechters binnen 30 minuten, soms een kwartiertje, bezegeld. Die uitspraak van de rechter is in de praktijk het begin van een levenslange lijdensweg. Vaak neemt een rechter nog veel minder tijd, want spoeduithuisplaatsingen vinden in Nederland zonder deugdelijk onderzoek van een onafhankelijk rechter plaats, zonder zitting, zonder echte hoor, zonder wederhoor. Maar op advies van ook gecertificeerde instellingen die financieel geprikkeld worden om maar zoveel mogelijk kinderen uit huis te plaatsen. Dat klinkt niet alleen smerig, dat is het ook. Voorzitter, kinderen die in Nederland uit huis worden geplaatst ondervinden vaak meer schade dan als zij niet uit huis zouden zijn geplaatst. De jeugdbeschermingsketen, want daar hebben we het vandaag over, is van A tot en met Z verrot. De uitvoering en uitvoerders functioneren niet. Van rechtsbescherming voor ouders en kinderen is tegen de machtige staat geen sprake. Kinderen die in aanraking komen met de jeugdbescherming, zoals stelt de eigen inspectiedienst van het ministerie, worden door toedoen van de overheid ernstig in hun ontwikkeling bedreigd. Zij worden door de overheid onvoldoende beschermd. En ik vraag aan de minister, 1. Hoe gaat hij zorgen dat de veiligheid, geborgenheid en kwaliteit van leven van uit huis geplaatste kinderen daadwerkelijk verbetert ten opzichte van de situatie voordat zij uit huis geplaatst waren? 2. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat kinderen die ten onrechte uit huis zijn geplaatst op de meest spoedige termijn weer terug naar huis kunnen? 3. Hoe worden kinderen die door de uithuisplaatsing schade hebben opgelopen gecompenseerd? En wat antwoordt 4. De minister op de vraag van de hoogleraar Jeugdrecht Bruning of het nog wel legitiem is onder deze systeempuinhoop überhaupt kinderen uit huis te plaatsen. Voorzitter, dan nog het laatste punt over het perspectiefbesluit. Het is onvoorstelbaar dat de staat kan beslissen dat een kind nooit meer bij zijn of haar ouders kan wonen. Uithuisplaatsing moet, voor zover dat enigszins mogelijk is en veilig kan, altijd gericht zijn op terugkeer bij de ouders. Ouders moeten de tijd krijgen om hun leven weer op orde te krijgen. Of dat nu een half jaar duurt of 8 jaar. Dit perspectief moet er altijd zijn. Is de minister bereid het perspectiefbesluit van alle nog lopende uithuisplaatsingen te herbeoordelen en indien enigszins mogelijk het kind weer met de ouder te herenigen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Markenzauer. En dan geef ik het woord aan de heer Raamakers, D66. Voorzitter, vorige week verscheen een indringende wetsevaluatie over de jeugdbescherming. Deze week verscheen een noodsignaal van de inspectie.